Deze dronkenmanspraat. Die heeft een brutale titel: Als blanke vrouwen dan geen kinderen willen, dan moeten die negerinnen dat maar. En daar sta ik hardgrondig achter. Zo. Ik ben erop tegen dat je blanke vrouwen gaat dwingen om kinderen te krijgen. Dat moet je niet doen, want ze deugen niet. Punt. Ja, maar Piri, deugend vrouwen zonder meer niet. Uh, ik zei net, blanke vrouwen deugen niet. Dus dan moet je je lul niet instappen. Ja, maar ik ken er eentje, dat is een gescheiden moeder en dat uh, vind ik toch wel een uh, apart geval. Volgens mij was die man niet helemaal goed. En ik ben beter. Uh, ik zeg, hou er rekening mee. Dat het feit wel eens kon zijn. Dat toen Arthur Schopenhauer erover begon. met Er is geen vrouw die deugt. Dat die man, uh, een gozer, 200 jaar geleden. jij zal zeggen, ja, Pythagoras, wanneer was dat. En die had ook geen gelijk dat je zo iemand bent. Ja, je moet snel bij dan. Als die blanke vrouwen geen koters willen. dan vind ik ook dat je die vrouwen de zin moeten geven. Dat je dat ook. Toejuicht. Kijk. Het is vastgesteld dat als wij onze witte leuters stoppen in zo'n zwart, dan krijg je ook een beetje koffiebruin. Dat is andersom ook, natuurlijk, maar, maar wij ook. Dus we maken het uit. Neuken we toch die negers? Oh, nee. Ja, dat is ook weer een probleem. Want eigenlijk moet je zeggen negers je moet dan politiek correct zijn en dan moet je zeggen nee, het gaat om vrouwelijke negers en dat zijn negerinnen. Maar ik vind, ik zou, als ik, ik zou liever als ik dan dus een vrouw was, ik zou neger genoemd willen worden. Dat, dat, ik, ja, ik ben trots, snap je? Ik ben geen neger-in. Ja, zo. Ik ben neger maar de, de smaken verschillen. Tegenwoordig weet je niet meer wat politiek correct is of niet. Er is ook zo'n gedrag om te zeggen: Nou, je hoeft niet Neger te zeggen, dan kan je zeggen Negeroïde. Ja, dat is even lekker langer op je postcode, dacht ik. Dat kost alleen maar inkt. Wat is er mis aan uh, Noen? Dat zou het zijn. Noen, getresh. Ze noen, getresh. Zo zonder uh, klinkers, hè? Noen, get, res. Neger. Laat die klinkers maar weg. Gewoon neger. Neger doet zin. En het is dus, noen, get, res. En dan dalet. Ja, dat is het dan. Waarom well, een D moet erachter? Bah, oké. Okay. Ja, wat je wil, men. Ik vind de Neger uh, duidelijk. Ja, ik ben er heel, heel rustig over. Ik, ik, ik zie dat 98,98,98,98 98%, 98, 98 van de mensheid uh, is bezig om te begrijpen dat ze echt totaal niks van snappen. En dan gaan we niet lopen zeuren dat het uh, het probleem is... dat er minder uh, mensen komen en die zijn Caucasisch. Want wat heeft dat er dan weer mee te maken? Vergeet die spleetogen niet. Ja, dus, uh, uh, iedereen loopt te zeiken hè, dat die negers... Die, uh, die scoren dan niet hoog genoeg op de IQ-test... En men beweert dan dat het komt omdat die IQ-test dat dat juist ontworpen is, zodat negers daar laag op scoren. Dus dat ligt niet aan die negers, dat ligt aan die IQ-testen. Het is ook zo dat die spleetogen, die scoren veel beter op die IQ-testen dan wij en dat is dan kennelijk niet ons probleem. Terwijl het wel ons probleem is. Want die spleetogen, die scoren veel beter op die IQ-testen. Ja, haha. Ha, 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 ha. maar wij mogen niet zeuren. hè? nee. Want onze wijven willen geen koters. Dus er is iets mis met ons. Ik snap niet direct wat er mis is met ons, hoor. Ja, maar uh, de blanken, dat is nog maar 3% van de wereldbevolking, jongen. En uh, straks is er helemaal niks meer van over. Wat is dat er weer verhouden, hoor. Punt 1, wat is de waarde van blank zijn? Daar heb je helemaal niks aan? En als jij me nou gaat vertellen, ja, maar die blanken, die hebben de, de Fort Carrari uitgevonden. En straks zijn er helemaal geen blanken meer en die kunnen dan in de toekomst geen Fort Carrari meer uitvinden. Nou, dat probleem is opgelost, want dan gaan die die spleetogen wel doen. Dan geef ze de tijd. Ze hebben van die zeven sprongen, dan of weet je dat ding. Daar hebben ze ook één grote puinhoop van gemaakt. Dus, uh... Alles komt vanzelf goed, man. Vroeger zeiden ze in Nederland, en dat was een grap op tv. En dan zeiden ze: Als de Chinezen niet zoveel zouden kiezen, dan zouden er niet zoveel Chinezen wezen. ...was Alexander Pola. Verkleed als een Chinees. En toen was het geinig. Snap je? Toen... ...in Amsterdam, hè? Hey, snap je me even? Amsterdam, hè? Met de Jordaan. Dat is niet de Rijn, snap je? Dat is de Jordaan. Dat is een andere rivier, snap je? De Jordaan. En daar zaten Samuel... En Mozes. En wij zijn vrienden onder elkaar, dus we noemen elkaar Sam en Mozes. Ja. En dan denk jij, nah, dat ging natuurlijk altijd goed. Hoe kan dat nou? Sam en Mozes, dit, dit zijn strijders. Die kennen wel Janke. Van woede en verdriet. Nabi. Samuel en Mozes. Ah, oh, en die verhalen die je dan kind. En Samuel en Mozes die gingen naar vreten bij de spleetoog. Ja. Want Sam, die was er al eerder geweest. Zei hij. Dat was helemaal niet waar. En Moos die ging mee, hè. En Sam zo alsof hij alles kende, hè. Ja, ik ben hier eerder geweest en, uh, je, je kent mij, ik ben Samuel, uh, jij ja, met mijn mozes, ik ben Samuel en uh, ja, we gaan even lekker eten man, uh, bij de Chinees, bij de spleetoog. in de Jordaan. Ja. Maar ze zitten hier en dan gaan we er eten, het is goedkoop man, het is echt heel goedkoop. En dan gaan ze er zitten hè? en dan staat er een pot met sambal, hè? gewoon op een schaaltje met een lepel erin hè. En Mozo tegen Sam. Nee, dit is dat? Moet je daarvoor betalen? Nee, zei Samuel. Dus gratis, man. Ik zei toch, ik, ik ken dit. Dus gratis. Dus heel goedkoop hier. Hè. Wacht maar tot het eten komt. En er kwam het eten. De nasi Goreng. En, of Goreng. Dus uh, Gebakken nasi is dat. Gewoon gebakken nasi meer niet. Hè. Uh, gebakken nasi, die kwam. Een beetje prijdt erin. Ja, je kent het wel. Eitje erbij. Ah, de gezeik van die spleetogen. En dat smaakt helemaal nergens naar. En dan uh, Gaat samen wel, Sam dus. Uh, die, die neemt zo lekker van die gratis uh, erbij. Hè. Kijken of het dan wel gaat smaken. Ja. Kijk. Eh. Je bent samen wel of je bent er niet. Hè. Uh, die, die schept hem helemaal vol. En hij zegt, hé, hey, uh, de, de, de of zo, iets moois, iets Hebreeuws. En dan eten allebei, hè? En dan gaat. Hij gaat Samuel gaan huilen, hè? Moos zo van, uh, waarom huil je dan? En dan ze Samuel, ik, ik moet nee, denken aan mijn overleden moeder. Hè. Het is echt het is een heel moeilijk moment, man. <treeks> Wat ik tegen jou moet zeggen. Dat, die sambal die is gratis. Die is erg. En Moses, Moos, die denkt: oh ja, nou, zijn moeder is overleden, moet hij aan denken. En, uh, ja, dat kan gebeuren. Maar die sambal is dus lekker. Nou, dat neem ik ook. Ja, Samuel was er eerder geweest bij die spleetogen. Dus ook een hele bord vol met sambal. Ook zo hap nemen. En die begint ook te huilen. Maus, dus hè. En Samuel, Sam. Die was inmiddels een beetje aan het herstellen. En die denkt: Nou, doorkanen. Want uh, ja, het is niet helemaal gratis. Je moet wel wat betalen. Hè? En dan met je buik vol naar buiten. Dus al die, die rijst. De... Werk het maar naar binnen. Een beetje prei en wat varkensmeuk. En ja, wegkaner die handel. Eitje erbij. Een beetje augurkje. Dat was niet slecht eten of zo, hè? En Moos, die begint ineens te huilen. En Sam helemaal verbaasd tegen Moos. Waarom zit jij nou te huilen man? slaat het op? Zit hij lekker gratis te eten? En Moos tegen Sam, hè? Ik ben zo erg, ja. oh. dat jij niet gelijk met je moeder bent gestorven. Ha, 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 ha. Kijk, toen mocht je nog wel een spleet oog zeggen. En Chinees. Nou, ja, je moet zeggen Thailandese of uh, noord vietnamees Jij bent niet zomaar een Chinees die niet iedereen over een kam uh, maaien. Weet ook weer. Over een ik weer? Nou? Overeenkam. Overeenkam scheren. Zou je dat? Zien. Nee, en zeg maar maar lachen. De wereld is bijzonder raar. Allemaal zo politiek correct. Wat maakt mij die negerinnen nou uit? Dat ze maar lekkere wijven zijn. Ik was in het streetcafé. Ja, een dus beetje depressief hè. En als je depressief bent, dan, dan heb je de neiging om in je bed te gaan liggen. En wat je ook kan doen, is dat je dan uh, hyperdepressief wordt. En dan ga je juist gekke dingen doen. Dan ga je dansen en dan bier drinken of rode wijn.

Keniaanse vrouw... op het terras. Een jaartje of twintig. Zo'n veertig jaar jonger dan ik of zo. Nou, dertig jaar jonger dan ik. En die zei tegen mij... You can dance. Nee, ze was Somalisch. Met zo'n heel bol gezicht. En toen dacht ik... Als jij snapt... dat ik net heb staan dansen... Uh, uh, ben je vrij? Ik kan wel zeggen, die Somalische vrouwen die kennen niet koken. Maar dat is maar de vraag. Hè. Uh, onze blanke vrouwen kennen ook niet koken. He? Waarom die Somalische vrouwen dan wel? Het gaat erom dat jij als mens. Anderen geen schade toebrengt. terwijl jij aan het schoonmaken bent. Dus je maakt de wereld mooier dan dat je hem gevonden hebt. Dat is de bedoeling van Mens. De verstandige. En die neukt maar door. Dus daarom wordt er ook al gezegd: de fucking mens. En dat is maar goed ook. Die vrouwen worden in de regel in leven gehouden en die mannen sterven bij bosjes. Er zijn nog heel veel mannen die de, tot die ontdekking komen en denken, ja, ik wil liever vrouw worden. Ja, ik kan het me goed voorstellen. Want als je één keer vrouw wordt, dan word je in leven gehouden. Het zij door de buurman, het zij door je vader, het zij door uh, vage kennis, het zij door uh, ja, al die andere vrouwen van de overheid. Van de principes. Ja, in principe kan je. Dat kan echt niet. En mannen krijgen altijd de schuld. Want die zijn dakloos vanwege hun eigen gedrag. En dan ben ik ook helemaal met die mening eens. En mannen laten we gewoon verrekken. En die vrouwen worden allemaal geholpen. Zo is het. En dat is het principe. Had je maar niet als mannetje geboren moeten worden. En een beetje wegvluchten van ik ben eigenlijk een vrouw, dat is angsthazerij. Voor de dood. Ja, een beetje man is een gemaans, Nabi. Minimum gemaan. Mijn bloed is gemaans. Voor mij zijn er maar drie manieren om dood te gaan. Dat is: de, je gaat dood tijdens een strijd die gewonnen wordt. Je gaat dood tijdens een strijd en die was dan verloren. Dat is jammer. Het is heel jammer. Ja. Of je gaat dood in je bed. In je stro ga je dood. Dat kan ook. En dat was omdat je bezig was met de wapens te maken. Voor de strijders. En drie, uh, dat zijn de drie doden. En daar kan je het mee doen. Want ik ben een man. En ik hou er niet van om mijn voeten te warmen bij het vuur. En een, en een, en een dikketje en zo. En daar hou ik helemaal niet van. Ik hou niet eens van rooibosthee. Ik heb het alleen gedronken omdat ik dacht dat ik er wijzer van zou worden. Maar ik kan net zo goed whisky sapen. Word je ook net zo stom van? Die ben er al lang achter. Ik wil de strijd en waar is het front? He? Jo, dan moeten we allemaal uh, anti-neger uh, anti zijn en dan gaat alles goed. Ik zou niet weten waarom. In mijn werk voer ik een strijd. Want ik heb een alliantie gesloten met de Groningse herenboer. En ik heb Adriaan aan mijn zijde. En ik ben nauw bezig met de prijzenaar. Nou, dan heb ik die vleugel onder... Nou, ik heb die, die Indo... Nee, India is, die, is India. Hij heeft... Ik weet niet hoe ik hem moet noemen. Prinses Dartha of zo. Oh, Prinses die heb ik ook. Uh... Nou, dat gaat wel beter. Hoor. Aan de andere kant, de vrachtwagenchauffeur. Met de vlam in de pijp ga ik door de Brimmerpas. Ik begrijp hem allemaal. Hoor. En die Antilliaanse scheidlaars ook trouwens. En die weet ook weer dat ik er ben. Dus hij gaat niet meer schilderen met zijn poep op de deur. Want ik raam het elke keer op om hem te bewijzen dat ik er weer ben. Hij maakt iedere ochtend een schildering van mij en die haal ik weg. Net zolang tot hij weet dat ik er ben. En dan gaat hij niet meer schilderen met zijn poep. Het leven is een strijd, snap je? En wij helpen aan alle kanten. Dat is onze aard. Dus wij zijn niet eenvoudig. Daarom is het ook... Uh, Bereshit bara Elohim. Wij zijn niet eenvoudig. Snap je? Nog een keer. Uh, Bereshit, dat is... First fruit. De eerste opbrengst was wat zeggen wij dan hè? de eerste opbrengst vet mesten wij hemel en aarde de eerste opbrengst de eerste vrucht berchiet Vetmesten wij, Niet alleen maar poepen, maar... Vetmesten. Mesten heet dat ook wel. Hè? Het, me het mestkalf. Er wordt gemest. Alleen maar voeding dat het krijgt. Ja. Mesten. Mesten. Geef vervoering. Geef vervoering. Ja. Mesten heet dat. Dus. Nog een keer overnieuw. Daar begrijp je er helemaal niks van. De eerste vrucht... Mesten, Elohim, wij, meer fout. Hemel en aarde. Je kent. En wat speelt Ras hierin mee? Die Somalische vrouw die tegen mij zei: You can dance. Die was dik, jongen. Hij was vet gemest. Het is haar aard. Het is een meid dik. Maar dan mogen die Somalische mannen dan doen. Of... Of van andere die, die denkt: van nou, dat maakt mij niet uit. En die vrouw zag dat ik danste. Die vrouw begreep, denk ik ook, dat zij dat niet kan. Om zo te dansen.

Of je ziet een danser of niet? Kan je als mens houterigheid spieden? Zie je dat? Nog een keer? Kan je als mens? Houterigheid. Spieden. Houterigheid betekent dat iemand oud is. Verstokt, noemen wij dat. Als jij kan dansen op. Doe het eens als meisje. Doe het eens. Als ik die dans dans als man, dan ben ik aan het klimmen. Hoe dans jij die dans als vrouw? Uh, wat is voor jou de zoute heuvel? Hoe, hoe dans je dat? Alabaga, dacht ik. Of alariba. Eerst alariba en dan alabaga. Ja, je danst of je danst niet, snap je? Een van die redenen waarom vrouwen niet kunnen dansen, is dat ze, dat ze dan denken dat iedereen hun kut gaat ruiken. En dat is het laatste waar jij je zorgen over moet maken als je aan het dansen bent. Je hebt er van tevoren goed gegeten. Nou dan, wij willen graag ruiken hoe je ruikt en dans. Toe, 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 toe. Oh ja, en niet op. Niet met lichamelijke beperkingen. Dus niet. Tenzij je een lichamelijke beperking hebt. Want ik heb een gozer, en die is spastisch, En die heeft een rolstoel. Maar die kan het ook niet zo goed trouwens. Maar die heeft dus ook. Maar daar kan hij niks aan doen. Ik kan hem niet vragen van nee, hey, uh, homo, kan je even met mij uh, dansen op uh, Salisbury Hill van Peter Gabriel? Nee, dat kan hij niet. En jij bent heel erg dom als je naaldhakjes aandoet. Onder je hielen. We ben je mee bezig. Dan kan je niet dansen. Dan kan je niet. Climbing up on Salisbury Hill. I could see the city lights. Earth was winding. Maar de rest van die katholieke meuk ken ik niet. Het is lekker voor je botten hoor. Ja, je lichaam zal je dankbaar zijn als je naar mij luistert. Hoor je mee. Je lichaam zal je dankbaar zijn als je naar mij luistert. En dan kan je ja, zeggen, ja, maar in die kutkroeg bij mij... De klote kroeg, kutte klote, ja, daar draaien ze dat niet. Ja, dan doe je dat maar op een ander deuntje. Desnoods ga je het doen op No Woman No Cry. Dat is uh, heel langzaam beginnen. En het blijft langzaam. En het is uh, tiresome. Vermoeiend. Je lichaam gaat waarschijnlijk voor het einde zeggen: Ik heb er nou al genoeg van gehad. En dan moet je je niks van aantrekken. En je lichaam even laten plaatsnemen. En wachten op een beter liedje. Het is je lichaam dat wil dansen. En jij niet. Want jij danst al in je hoofd. Snap je? Laat die negerinnen dan maar de kinderen krijgen. Want onze blanke vrouwen hebben er geen zin in. Die gaan allemaal carrière maken. In het schaken. Net als Judith Polgar. Ja, ik heb ook zo'n dochter, dus dat maakt me helemaal geen flikker uit. Geen Jota, moet ik zeggen. Geen Jota. Geen Jota uit. Het, het is allemaal best. Er is niks aan de hand gelopen, nou maar. Dat is die, uh, al die immigranten, die komen hier naartoe en die nemen de werkzaamheden over. Die worden ophalen. Dat, dat vinden wij toch best? Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Op mijn werk zitten een hele hoop immigranten. En die krijgen voor de karnes, jongen. Die worden toegesproken door blanke vrouwen. Hè? Ja, dat ik het even weet. Het leven is niet makkelijk. Anders had hij. De wil? Het zelf al gedaan. Uh, dit is juist bedoeld voor ons om moeilijk te zijn. Punt. Voor de rest kan je je muil houden. Of ben je een of andere homoseksuele, file, uh, anti-anti-gebeuren socialist. Ergens wel uh, lid van de principaliteit. Er zijn principes en wij houden ons aan principes. Nee, wij houden ons helemaal niet aan principes. Je leeft of je wordt afgeslacht. Punt. Ja, maar de dood is, uh, dood is, is zo over. <laughs> Denk je dan nou hem echt? Ik heb hier een boek in huis van die club van Helena Petrovna Blavatsky. Nee, de dood is geen geintje als jij de zaak verneukt hebt. In geen enkel doctrine. De vraag is wanneer je het goed hebt gedaan. En dan kan je het goed doen volgens het algemeen doctrine. Of je doet het uh, goed, heet dat. Zonder doctrine. Snap je? Ik ga nog een uitzending houden over Jeffrey Epstein. Al die dingen. Hè. Je, je mag het niet hebben over Jeffrey Epstein, want die heeft kleine meisjes, heet die seks mee gehad. Ja, ik had ook graag seks met vrouwen met ja, niet van die haren rondom de anus. Ik vond dat ba. Overbodige haargroei. Dus ik ben gelijk Harvey Epstein. Of Jeffrey. Harvey, Jeffrey. Ik was anders. Ik, ik had niet een eiland en dan. Uh, ja, van die meisjes zonder aarsharen. Ik was meer zo'n sukkel in de ICT, en ik had mijn gilette. En ik schoor dat helemaal kaal. En ik dacht, ja, net een meisje van 14. Dat is trouwens een best een aardig gebruik om je schaamhaar te scheren. Dus, uh, ook weer aarsharen en al die meuken. haal het eraf. Ik begin er toch over, want het ging dus over die negerinnen en die seks. En die negerinnen die hebben dan wel, uh, ja, die, die planten zich voort. Hè? En de, de blanken, hè? die niet. Hè? Alleen die negerinnen hebben er zin in. Dus die negerinnen hebben kennelijk wel een idee dat die blanke mannen neugen. De, deugen, neuken, neukbaar zijn. En die, 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 die blankinnen niet. Kennelijk. Want er zijn heel veel van die negerinnen die dat al te graag doen. met een rossige kerel zoals ik. Met van die borstelwenkbrauwen en grijsblauwe ogen. Snap je? Er is helemaal niks aan de hand. Dat is mijn hele punt. Laat die negerinnen lekker zich laten palen... door die overgebleven blanke gozers. Je moet toch niet denken dat jij als blanke gozer... dat je zorgen loopt. Omdat je je lul hebt gestopt in een wijf met melanine. Wat is dat er weer voor homo gezeur? In de zin van sodomitisch gezeur. Van ik stop alleen maar mijn lul in, in, in een wijf. Want de, dan moeten zoveel millimeter op de schaal van Tesla. Moet het blank zijn of zo. Waar ben je mee bezig, sukkel? Stop je leuter in een vrouw die snapt wat dansen is. En daar respect voor heeft. En de rest van de tuig laat maar afsterven. Wat maakt het uit? Of proberen het toch, wat maakt het uit? Hosea heeft zijn leuten gestoken in een regelrechte minkukkel. In een hoer. Ja, toch? Dan maak je niet zo'n zorgen. Het gaat helemaal niet om een resch. Het gaat om moraliteit. En de godvreesendheid. En meer niet. Je kan het op je rug gaan staan. Als je wil. Maar probeer het maar eens. Ga maar eens op je rug staan. Houd erop over racisme. En de hele Geert wil als het zo doorgaat, ga ik echt nooit meer op hem stemmen. Heb ik ook nooit gedaan. Ik vind hem veel te weinig. Uh, ja. Denkt hij nou echt dat die Marokkanen een stelletje mietjes zijn? Aanpakken die lui. Niet zeffers, niet straks, maar hooit een nog, roder, roder. En niet onze Nederlandse volk vragen... willen jullie meer of minder verrot kippenvlees? En laat Geert Wilders even checken bij die Marokkanen op mijn werk... en die weten van kippenvlees wat er maken, hè? Ja, dat is het gevaar van de Marokkaan. Ik kwam vanmorgen op mijn werk. Nee, dat was gisteren. Ik kwam gisteren op mijn werk. En er was die ene. Die, die is Marokkaan. Dat, dat, hij is Mohammedaan, zonder meer. En die stond. van het kippenvlees in stukjes te snijden. Ik zeg: Hé, hey, dat zijn. Uh, kippendijfilet. Ja, zei hij. Die. die is over van het weekend. Ik zeg: Ja, dat is. Kijk, je hebt de kipfilet. Ja? Dat vind ik altijd zo droog. Maar kippendij. dat is dan vetter. En. maar die botjes, want die botjes heb ik al zo'n last van. Ja, zijn die, maar dat is een kippendij filet. En dan een zak van de, van de Albert de Turk. met de verse groenten erin. En zei. maak het even klaar. Maandagochtend. En toen ging het ruiken in de tent, man. Aan hem nog gevraagd, wat, wat heb je erin gestopt? En heel merkwaardig kwam hij met dille. Ah, dille zit erin. Dille, knoflookpoeder... en een bindmiddel. En heb ik niet gevraagd. Misschien is dat niet nodig, dat weet ik. Misschien heeft hij het laten indikken. Dat zou ook kunnen, hè? Geen bindmiddel, alleen ingedikt. Het stond een hele tijd op het fornuis en de, de hele locatie die ging uh, ruiken, man. En toen de Groningse herenboer, die zei van, wat is dit nou? Ja, opeten. En voor mij was er ook, hè, een schoonmaker. Ja, wat weer het gek is, overgebleven van het weekend... En wie heeft dat eetbaar gemaakt? Er was een Marokkaan. Ook nog een Mohammedaan. Het is wel lulje over. Ja, dat moest er even water doen. Ja, dat was uh, dronkenmanspraat, snap je? Nogal controversieel. Je moet niet hier komen voor de waarheid. Het gaat alleen maar om de empirie. <coughs> dat wat je waarneemt. En dat dat ergens over gaat. En dat ik, dus die, uh, ja, ik vertrouw vrouwen niet. En die negers hebben, ja. Kijk, die mannelijke negers. Hè? Dat vind ik slap, slapjaansen. Die zitten te zeuren om een uitkering. Die willen geldvergoeding voor het leed wat hun voorvader is aangedaan. Nou, zo'n kerel zou ik als vrouw niet willen. Ik zou liever uh, een, een jongeling willen van uh, Europa. Die dat soort gezeur niet heeft en die werkt bij de rio-reinigingsservice. Die zou ik mij laten sprietje... Gelijk hem aan brood. De speech dat album. Het gaat uiteindelijk over seks, namelijk. In de zin van voortplanting, want voor de rest is seks, zegt men, zo geweldig. En ik betwist dat. Want ik heb goede seks gehad. En dat heeft mij uh, 30 jaar gekost. Je praat niet tegen een jongeling. Jij kan niet spreken tegen mij. Ik probeer je iets door te geven wat ergens op slaat. En laat die negerinnen lekker. En al die jonge jongens. Laat die blanke meisjes in de steek. Die hebben allemaal lipsteek. Hebben die negerinnen niet nodig, snap je? Die negerinnen. Die zijn mooi van zichzelf. Je kan er make-up op smeren, maar dat slaat nergens op. Die negerinnen zijn puur. Dus. Uh, ja, hoe, hoe heet dat nou? Dat je, dat je denkt: ik zie jou en. Ik wil mij in jou. Ik, ik wil met jou één vlees worden. Want jij bent puur. En, en jij bent mij. Want jij bent puur. Jij bent net als ik. En, en die negerinnen, man. Die kennen werken. Die, die zijn hard geleerd, snap je? Tenminste, die, die ene vrouw die kon zien dat ik danste. Die snapte er wat van. De rest van die blonde trutten, die zagen helemaal niks. Die zijn alleen maar bezig met zichzelf. Dus, pak die uh, negerinnen, zou ik zeggen. En vertrouwen op de heren natuurlijk, hè? Dus, uh, dat je het wel goed doet. Niet de verkeerde negerin pakken. Want ook die negerinnen, omdat het mensen zijn, zijn niet te vertrouwen. Dus... Yeah. Hetzelfde geldt. Ik denk dat bij de negerinnen er een grotere kans is... dat jij je kinderen zal blijven zien. Als je een blanke vrouw gaat neuken... heb je nou statistisch, dat gaat richting de 70% kans... dat jouw kinderen jou niet zien. Je bent er wel om cadeautjes te geven. En dan denken ze, dag papa, doeg. En dan gaan ze weer naar mama toe. En dat bij zo'n negerin, dat je een grotere kans hebt. Dat, uh, ja. ja, dat denk ik. Dat je een grotere kans hebt dat het lukt. Om je, je, je sperma te laten komen tot iets waarvan je zelf ook in gelooft. Hè? In plaats van dat je, het, je hebt het een klein beetje gemaakt en dan neemt een andere kerel het over. Oh, ik snap het al. Ja, die vorige boven van jou, die vorige architecten. Ja, dat, 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 nee, dat ga ik even anders verbouwen. Ik maak van jouw kinderen precies van wat jij, wat jij wil. En dan neemt een andere kerel het over. En ik denk dat je bij een negerin. Een, als, moet je een goede blanke zijn die werkt bij de rio-reinigingsservice. Ja? 1800 euro in de maand, minimaal. En dan moet ze het mee kunnen doen. Put. Dat is ook belangrijk. Ja? Een zuinige vrouw. Die kan naaien. Die heeft toch de hele dag niks te doen. Ga maar kleding naaien. Soppes, uh, sokken stoppen. <laughs> ja, dingen met pailletjes. Niet voor jou, maar voor de kinderen. Voor het meisje. Niet voor het jongetje, maar voor het meisje. Mama heeft zoveel tijd, want papa werkt heel hard. Ga ja, je pailletjes naaien. ja. Het mag hoor, waarom niet? Jo, jo. Nou, Dat is negerinnen dan. Dus, uh, laten we die negerinnen volpompen. pompen. Het lijkt me een heel goed idee. En al die blonde bitches, laat maar liggen. Al die, die haktikjes. Ja, laat maar liggen. Laat maar liggen. Die vinden wel een neger. Het is bewezen dat als een blanke vrouw gaat wippen met een neger, dan vervalt ze aan de Katholieke kerk. Dus Als je naar de katholieke kerk wil, moet je je laten palen door een neger. En dan krijg je een uitkering en dan zit je in de katholieke kerk. Dat betekent niet dat je katholiek bent, maar ah, je zit in de katholieke kerk. Je bent dan net gelijk. Hoe uh, heet die gozer van The Lord of the Rings? Uh, je, hebt dus, je, je bent dus helemaal ingesponnen. Met die gozer nou. Met die niet kan acteren. Met die blauwe ogen. Uh, die stomme Joodse gozer. Uh, die met de zwarte haar. Hoe heet die nou? Anyway, dan zit je helemaal ingesponnen door de spin. Da daar komt het op neer. Ja. En Sam komt eraan. En dan gaat alles goed. Snap je? Het leven is simpel. Doe niet zo moeilijk. En spuit die negers vol met ons niet negerzaad. Want doen. Niet ceffus, niet straks. Maar hoort er nog. Oder, order. En die ene, die Somalische vrouw, die dus kon zien dat ik danste. En dat dat bijzonder was? Of bijzonder was? Ja, die moet je palen. De rest van die Hollandse wijven die uh, denken van... oh, ja, is een of andere dronken kerel. Ja, dat kan ik ook hoor.

En jij als vrouw, even serieus zijn. Jij als vrouw wil je kut toch niet vol met uh, kwaadaardig zaad. Je wil je kut vol met een dansend zaad. Want het gaat dansen in je buik? Ik, it's dancing in my belly. Oh my god. I, oh. Dat, dat wil je toch? Nou dan. En jou als kerel, jou als danser, maakt het niet uit. Jij sprietst je zaad in een vrouw die snapt dat jij een danser bent. Er is geen weg terug. Echt niet. Er is niets buiten het dansen. En lachen... En de Heeren prijzen. En samen opgaan in den hemel. Waar alles vandaan kwam. En waar alles naar terugkeert. De Heere, Heren. De Heer van onze Heer. De Heere, Heren, heren Zij. Ik ben. Begin. Ik ben einde. En tussendoor. wordt er gedanst. Dat zeg ik. Dat, dat was het laatste wat ik zei. Dus dat staat in de Bijbel. En ik zeg: Dans. Laat je bodden, botten schudden. Shake him out, baby. Serieus. Dat is heel vervelend met die corona-maatregelen. Het is dansbestrijding. Er wordt niet meer gedanst. Wij mogen niet meer dansen. Want dan gaan we elkaar besmetten met corona. En ik zeg: dans. En ik zeg: dans in gedachten. En dan heb je het al gedaan. Ik ben een broertje van Christus. Dans in gedachten. En dan heb je het al gedaan. Ja, maar Piggie, wat maakt jou dan met zo'n uitspraak een broer van Christus? Nou, omdat Christus zei. Denk aan overspel. En je hebt het al gedaan. Dus ik ben meer positief Ik ben zijn broer, ik ben zijn mislukte broer. En, en, uh, mijn perfecte broer, die was weg met zijn 33ste. En ik ben die overgebleven Elvis Presley, zou ik zeggen. Dat maakt mij ook niet uit hoe je mij uitscheldt. Dat lukt je niet om mij uit te schelden, snap je? Al die andere mensen, die negers. zeggen, ah, oh, ik ben uitgeschold, ik ben tegengenoemd. Ja. Weet je hoe ze mij noemden? De brillenjood. Ik heb een gozer op zijn bek geslagen. En. Gadverdamme. Is mijn bril nog. Uh... Ik heb hem te gaas genomen, jongen. Wat zeg je me nou? Brillenjout? Mij? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Brillenjout? Kbam! Een van de dingen van het leven is, is, zeg ik het goed? Is dat je meedogenloos bent. Anders leef je niet. Punt, punt, jota. Nietzsche heeft gezegd: doe zulst gevaarlijk leven. Ja, maar Nietzsche, dat was echt heel oud. Ja, ja. Dat is van lang geleden, man. Dat soort risico's als Nietzsche nam, hè, dat moet je niet doen, man. Dat is allemaal bewezen door die vrouwen, dat moet je niet doen. En ik zeg: uh, plant jezelf voort. Des te meer van jullie slapjanen in mijn omgeving, des te uh, de beter mijn overlevingskansen zijn. Uh, 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 het geeft een wil. Het geeft een wil. Dat is das logisch gesproken zo. Er is een wil. En die wil komt tot macht, bewezen. Of de wil komt niet tot macht. En dan was er geen wil. Nou, als er niks tot macht komt, is er geen wil. Dan is er alleen maar een principaliteit. Uh, dan zijn er alleen maar uh, mensen, hele grote groepen, en die geloven in een principe, in een prins. Snap je? Ja, lees Machiavelli. Il Principe. De prins. Dat ja, snap je hem toch? Beatrix, onze koningin, dinges, prinsessen, whatever. Die had dat op haar nachtkastje liggen. Dat boek. Il Principe van Machiavelli. Machiavelli was een... Politiek wetenschapper. Hij was wetenschap van politiek. Gelijk Plato. Dat is Machiavelli. Hoe werkt het eeuwige klaarkomen? De eeuwige bevrediging uit de mens, de eeuwige bevrediging uit de schepping. De, 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 Lees Machiavelli. Op die manier kan je je eeuwig bevredigen aan de schepping. En dan met Jeffrey Epstein. En laat me je geruststellen: Jeffrey Epstein leeft momenteel ergens. Serieus. Dat is. Ze hebben die camera's uit weten te schakelen. En was dat omdat ze Jeffrey Epstein wilden vermoorden? Of was dat omdat ze Jeffrey Epstein wilden laten ontsnappen? Wat denk je nou zelf? Die camera's waren uit. Iemand heeft die camera's uitgezet. Was dat omdat Jeffrey Epstein een bad guy was? Nee, Jeffrey Epstein was gearresteerd. Die was vastgehouden, die was aangehouden. En toen vielen de camera's uit en wij gaan discussiëren of Jeffrey Epstein vermoord is of dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Snap je? Jeffrey Epstein die leeft ergens. Maar dat is niet erg. Je moet t-shirts maken met Jeffrey Epstein Lives. Jeffrey Epstein's Lives Matter. Daar moet je het over hebben. Het is het enige dat ons bezighoudt. Als er geen Jeffrey Epstein was, dan hadden we gezegd: van ja, wat een saaie wereld. Hé, hey, je wil een Jeffrey Epstein. Die dertienjarige meisjes gaat palen op een, op een eiland en allemaal mensen te beaadnodigen met vliegtuigen en boten en een barbecue. En, je kent het wel. Ja, je hebt al die poen verdiend en wat wil je er dan mee? Oude wijven neuken zoals Perry Winkel en dan moet je de, die, die konthaartjes weghalen. En ik je, ja, je lijkt wel veertien. En dan, dan wilt gaan? Nee natuurlijk niet. Je bent toch niet voor niks beroemd. Ik heb helemaal geen medelijden met helemaal niemand niet. Oh, pikkie, daar ben je gelijk zat om. Ja. ja, dat is allemaal. De, uh, stupiditeit is uh, niet iets om medelijden mee te hebben. <coughs> Jotta. En mijn vloer is op, dat is merkwaardig. En ik moet morgen werken, dat is nog merkwaardiger. Uh, en ik heb nog koffie, dat is fijn. Daar ga ik me aan te buiten, denk ik. En dan ga ik Wim Kruidertuin opbellen. En ik ga hem redden. En mezelf. Wat een lang verhaal. Het verhaal luidt dan. Hè? Het, uh, uh, Perry heeft zijn vrouw ontmoet. En die heeft een penis. En die weigert amputatie. En Perry wil ook niet die, ook geen kinderen met die vrouw. En het is wel zijn vrouw. Zoiets. Een verstandige vrouw voor Perry. Namelijk Wim uh, Kruidertuin. Een snuffelhond. Ja. Anyway, terug... Anyway, en, en, op zijn Nederlands is dat het leukste. n -i w e n n i e w e e Anyway. Laat die negerinnen en alles wat maar een kleurtje heeft... Het, onze wijven willen het niet meer. Nou, no woman, no cry, snap je? I got 99 problems, but the bitch ain't one. Ja? Nou, die blanke vrouwen die willen niet meer. Die willen maar Ja, ik weet het niet hoor. Ik, ik, in De laatste tijd, ik heb dingen. Ja, de laatste ik, ik, ik weet het niet meer. Ja, probeer die negerinnen uit. Je bent toch een kerel of wat? Je hebt drie manieren om dood te gaan. Je gaat dood tijdens een strijd die gewonnen wordt. Ja, dat is een mooie dood. Dat heet wit. Je gaat dood tijdens een strijd die uh, verloren is, temporeel, dat maakt niet uit, dat, ben je ook dat heet rood. Ja. Of je hebt een stro dood en dan was jij een wapensmet. Dat is Germaans. Er zijn drie manieren om dood te gaan. En vrouwen willen wij niet als wapensmid. En de rest ook niet. Ze zijn wel om te neuken. En dan maar negen. Rinnen, als onze eigen vrouwen niet willen. Dat dus, is tegenwoordig het probleem. Of je bent, uh, ja, weet ik van wat. En je kan ook zeggen van ja, ik, ik, ik zie er zo uh, ja, dingen in en uh, ja, ik, ik, uh, ik durf het niet. Uh, ik heb ook geen geld en uh, ja, dan, dan wil ik ook geen negerinnen doen. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Maar beter heb je een beetje poen en dan doe je een negerin. Die zeuren niet zo als die blankinnen. Laten wij fatsoenlijk blijven. Het gaat om ons Mannen. Die ergens verstand van hadden. Toen lang geleden. Toen wij ons nog wisten te herinneren van een ding als geschiedenis. Toen stelden wij nog wat voor. En het ging erom dat wij dan pompen de pompen de pomp. Nou, Vele zijn geroepen en weinig uitverkoren. En dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, hè. Doorpompen. En die zeurneuzerige uh, blanke wijven. die gaan allemaal carrières maken. Uh, bij uh, Bill Gates. En uh, Gorge Soros. En, en de Paus natuurlijk, maar dat hoort er ook bij. Dat weet iedereen. Dat is een man in een jurk. En dat is wel een man hoor. Hij heeft een jurk aan, maar is een man hè. Dus de, die, die, die transgenders, die hebben een jurk aan, maar is een vrouw. Maar de Paus heeft een jurk aan, maar dat is een man. Snap je Snap je? Laten we eerlijk blijven. Het is een mogelijkheid. Ik, ik, ik snap ook dat Hollandse jongens denken: van ja, maar moet ik nou een Somalische vrouwen gaan pakken? En, uh, en die familie dan? En, uh, ja, ja. Ik begrijp het. Ja. En laat ik je herinneren aan Genesis, waarin er gesteld wordt dat op het moment dat jij een vrouw pakt. Hè, van een familie, dan is het jouw vrouw. En die familie kan oprotten. Dus je moet een wijf hebben, ...een negerin hebben, en die moet van de familie af. Die denkt: Ik wil helemaal gek van mijn tante en van mijn oom, en ik wil een man, en mag ik bij jou komen wonen? En dan neem je een wijf in huis, dan houdt ze je huis schoon, je pompt er vol met kinderen, en die hele familie kan de kut krijgen. Heb ja, je goed begrepen? Negen neuken, niet zeven, niet straks, maar hooit er nog order order. Want die blanke bitchbees... hoe moet je nou zeggen? Die blanke bees, laat me zitten. Die kennen niet arbeiden. Die gaan de hele tijd lopen zeuren over feminisme. En het pesten van LGBTQ'ers en daar gaan we wat aan doen. En ook de CO2 is een probleem. Al die gek geworden wijven uit het Westen, laat ze zitten. En pomp die negen rinnen vol. Met fatsoenlijk soort AUB. Want heel veel van die negen mannen die kennen niet dansen. Is je dat opgevallen? Niet Dombo, joh. Negers kennen helemaal niet dansen, die negen kerels.

Dat weten die wijven ook wel hoor. Dat wij kunnen dansen. Moet ik het nog hebben over uh, discipline van King Crimson? <laughs> Dat zijn <is> helemaal geinig. <laughs> en mijn dochter heb ik ook zo'n album gegeven van. Wat weet je nou? Wat weet die gozer nou? Zo op tijd, hè? Daar gaat het om. Die, 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 die Negerbevolking, die, die klam zich vast aan eenvoudige ritmes. Wat ze doen is uh, 1, 2, 3, 4, uh, 1, 2, 3, 4, uh, 1, 2, 3, 4, uh, 1, 2, 3, 4 uh, 1. Dat is heel eenvoudig. Dat doen we niet aan. tu 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 Toe, 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 toe. Toe, 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 tu Climbing up on Salisbury Hill. Ik kan ook zo... Dat album van King Crimson. Het hele album. Dat ken ik uit Dat is man, snap je? En dat die negers, die negermannen niet kunnen dansen, is niet ons probleem. Ze hebben eenvoudige muziekjes nodig. 1, 2, 3, 4, uh. 1, 2, 3, 4. Uh. Oude vrouwen zijn mooi en het leven gaat maar door. En Allah auwakbar of zo. Dat doen mij niet aan. Kan jij dansen op uh... <t00> de 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 Goldberg variaties van Bach? <tast Carly funky Grazieie>

Een kerel die daarop kan dansen, laat jij in je kut. Of je nou een negerin bent of een blondo of een blandi of een whatever, je bent een bonenvreterdochter. Als een kerel kan dansen op de Goldberg variaties van Bach, dan zeg je aan je baby. Want mannen kennen beter dansen. Vrouwen kennen dansen in groepjes, maar mannen kennen dansen in een eentje. Zoek een danser, laat je palen, ben je een danser? Paal iedere vrouw die weet dat jij een danser bent, en dan dans je in haar binnenste. En ze blijft bij jou omdat jij weet dat jij een danser bent en zij weet dat alleen dansers overleven. Ha, 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 ha. <laughs> Sorry, yes. het, is, het is zo. Logisch gesproken. Alleen dansers overleven en dans dan. Ik ga koffie maken en dan ga ik het hebben over dansen. Voor generatie Z en de millennials, de ellendelingen. Waarvan we hopen dat het de vorige eeuw was. Dat we dat soort tuig nog hadden. En de generatie Z, die belooft aan ons dat ze de laatste generatie zijn. En dat is fijn voor ons om te weten. Want wij willen graag af van die stupido's. Hahaha. -ha. <laughs> Doe je dat de volgende.